Groep 8 van basisschool De Heemde deed mee aan het landelijke en tevens Europese project Drinkable Rivers, oftewel drinkbare rivieren. In school werd een webinar gedraaid waarin werd uitgelegd wat de bedoeling van het project was en daarna toog groep 8 naar het Doekpark. Het project komt eigenlijk weg van een hele ambitieuze vrouw, Lian Poa. Zij was op haar 24e op vakantie in Canada, heeft ze een maand lang rondgekanoed. En toen was zij zo ontroerd dat je met je handen het water uit de rivier kon pakken en zo opdrinken. Dat ze dacht van wauw, wat cool, wat gaaf eigenlijk dat je uit de rivier dit nu kan drinken. En wij hebben dat gewoon uit de kraan. En had ze nooit eigenlijk bij stilgestaan. En vanuit die gedachte zijn ze het project begonnen om te kijken hoe de kwaliteit is. En ook of het zou kunnen, hè, in de toekomst om ooit in Nederland uit de rivier te drinken. Vanuit het IVN Almelo zijn we samen met basisschool De Heemde, groep 8, hier gekomen vandaag voor het project The Drinkable Rivers. Dat is eigenlijk een landelijk project in heel Nederland waar iedereen tegelijk allemaal watertestjes gaat doen. Van kijken wat de fosfaat is, maar ook de hoeveel dieren er zijn en hoeveel planten allemaal wel niet in het water. Ze hebben nog libelles geteld. En al die proefjes die leveren we in met in een dataset. Hè, dat is allemaal online via een app gegaan. En dan wordt er landelijk onderzocht van hoe het kwaliteit nou eigenlijk allemaal is in Nederland, maar ook in Europa. Want er zijn ook projecten bijvoorbeeld in Hongarije. En zo is vandaag in het teken om zo goed mogelijk te kijken om de kwaliteit van de rivieren in het beeld te brengen. Ja, eentje heeft ook oogjes. Ja, het zijn echt beestjes, hè? Ja.